Oeh. Oh, oh nee. Oh nee. Oh nee, we hebben een boze. We hebben een boze Wiggly Waggly, dude. En ja, zie je, Rabbit Luigi, die ziet het. Oh. Yo, Nintendo fans. Het is tijd voor Mario en de Rabbits om de trein te pakken. Knal die duimpjes omhoog als je alle video's van Mario Rabbits hebt bekeken. En het leuk vindt dat er weer een nieuwe is. En als je hier net nieuw bent, druk op die abonneerknop. Want dan kan je al die video's sowieso kijken. Kijk, daar staat hij hoor. Hij staat al klaar. Met zijn Wiggly Waggly treintje. Sullivan de treinmachinist zegt, vrees niet. De weg vol hobbels in het vooruitzicht. Mijn aslagers kunnen glijden, zodat de ophanging in mijn aspotten flexibel is. Wat jij zegt, ik denk dat ik jou maar moet vertrouwen. En Bipo die zegt wel terecht, ja, maar er zit nog duisternis tentakel op het spoor, hè. Ik bedoel, die moeten wij nog weg zien te halen. Daar gaan we! Tjoek, tjoek, tjoek! Wat een bazending. Hij is wel echt heel vet. Kijk ons gaan, jongen. Zelfs Bowser is mee, hè. Oeh. Oh, oh nee, oh nee, oh nee, we hebben een boze. We hebben een boze Wiggly Waggly, dude. En ja, zie je, Rabbit Luigi, die ziet het. Oh, oh, hopen maar dat het niet fout gaat. Kom op, Sullivan. Tempo. Ja, oké, 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 oké. Hij snapt hoe dit werkt. Mario is tevreden. Oh, huh? Ik weet niet of dit de bedoeling was. We zijn zojuist door een duisternis teleportal ding gegaan. Ja, jij geeft me wel een knipoog, maar ik geloof niet nooit dat dit de bedoeling was eigenlijk. Kijk, zie je? Verbaasde blikken. Het gaat al fout. Oh. Oké, Bowser is boos. Bowser is boos. Bowser, fix it. Dit even. Nee? Oh my gosh. Deze Wiggler is super boos op ons. Maar dat komt omdat hij duisternis ogen op zich heeft. Dus nu weten we eindelijk het mysterie van de Wiggler. En waarom hij altijd zo snel boos wordt. We moeten 16 duisternis ogen kapot maken. Ik denk dat Rabbit Luigi wel handig kan zijn. Die mag in de plaats van Rosalina. Ik denk dat Rabbit Mario hier minder goed is. Misschien moeten we voor Mario gaan, aangezien Mario ook meerdere doelen kan aanvallen. Oké, okay, cool. Let's go. Nu zijn we ready. Ja, ik zou gewoon hier kunnen wachten, toch? Stel, ik wacht hier gewoon met Mario bijvoorbeeld. En ik ga met Mario deze dingen kapot schieten, want dat is de bedoeling. Ja, daarvoor is er ook wel één. Misschien moet ik eerst die daarvoor proberen te pakken. Oké, okay, Mario. Jij als eerste, jongen. Jij als eerst. Lekker, jij mag hier landen. Top. En we moeten ook wel die vijand hier pakken trouwens. Want die is wel echt een beetje vervelend. En die kan dus niet tegen wind. Nou, dan gaan we dat dus even mooi als eerst doen. Eerst even wind erbovenop knallen. Wat ziek idee. Oh, dan. Oké, okay, hij ligt nu ook gewoon naast me. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Ik kan hem daardoor wel tackelen, dus dat is een voordeel. Rabbit Peach gaat eventjes naar deze kant toe. En Rabbit Luigi gaat aan de kant van Rabbit Mario staan. Want die kan natuurlijk ook elke keer die targets hier op die Wiggly Waggly dude wegschieten. Tackelen, zo cool. Oké, let's go. Hij kan die weghalen, die voorste, en dan op die enemy schieten. We moeten sowieso als eerst zorgen nou dat die vijand weg is. Dus de dubbelzepper van Mario gaat daar bovenop. Oké, okay, cool, die is weg. En Rabbit Peach gaat ook zo'n bolletje wegschieten. Cool. Ik denk dat dit een vrij goede beurt was voor mij. Ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wat zij gaan doen allemaal. We hebben hier die twee vosjes. Die zetten hun zicht aan. Ja, deze komen mij halen. Dat dacht ik al, dat die door die buis zouden gaan. Oké, okay, die eerste mist mij. Wat gaat die tweede doen? Gaat die ook op Rabbit Luigi? Ja, en die raakt Rabbit Luigi ook. Oké, okay. Dan hebben we hier nog zo'n chop. Oh, hè? Wat? Is het de bedoeling dat jij die trein kapot maakt of zo? Wat wil je? Hij is wel echt super ver vooruit. Hoe sterk zijn deze gasten? 975 HP, die kunnen we wel pakken, denk ik. Wat gebeurt hier? Waarom is hier rook? Gaat de trein daar kapot? Oké, jongens, ik denk dat we deze vijanden wel kapot kunnen maken met z'n allen, toch? Dat moet wel lukken, toch? Kijk, deze twee kunnen we allebei nu tackelen. In één keer. Nog één iemand moet naar voren. En ik denk dat ik dat ga doen met Rabbit Luigi. Want Mario kan ook daar aan de zijkant gaan staan. Let's go. Team Sprong! Hier tussenin. Oh nee! Nee, ik loop precies dat zicht in. Oh nee! Oh, ik had dat helemaal niet gezien dat dat nog daar was. En ik sta ook weer vast nu. Waarom staan we steeds vast? Oké, okay, is cool. Als jullie het zo willen spelen, is cool. Oké, okay, maak ze kapot, Mario. Let's go. Nee, nog niet. Oh, maar Rabbit Luigi wordt nu sowieso geraakt, want die staat op een hele verkeerde plek. Nou ja, maakt niet uit. We schakelen in ieder geval deze twee enemies uit. Het was niet de bedoeling dat ik die ton ook zou schieten, maar oké, okay, dat is nou eenmaal gebeurd. Daar kunnen we niks aan doen. Ik ga voor de zekerheid maar healen. Rabbit Luigi moet niet doodgaan. We gaan dit met z'n drieën doen. Let's go. Tegenstanders de beurt. Spooky vijand, die komt er weer aan. Ja, die gaat... Nee, die gaat mij niet raken. Oh, achter mij komen nu ook weer vijanden. We worden weer gebeukt. Ik weet niet zo goed wat er gebeurt als we gebeukt worden. Maar het ziet er niet goed uit. Kijk, we kunnen eigenlijk misschien wel chill gewoon hier achter een beetje wachten nu, toch? Gewoon even kijken wat er nu gebeurt.
Deze gaan we kapot maken. Dus nu hebben we 3 duistermisogen vernietigd. Maar waar is de rest? Ik zie voor de rest geen duistermisogen. We hoeven toch niet per se hier naartoe, of wel? Deze battle geeft mij echt veel vragen, hè? Kijk, het is sowieso altijd een goed idee om je tegenstanders te proberen te schieten. Dus dat gaan we dan toch maar doen. Zetten we het heldenzicht ook even aan met Mario. En dan gaan we dit vosje maar gewoon zo hard mogelijk raken, denk ik. En dan gaan we even breakdance hoor, met Rabbit Luigi. Ja, 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 ja. Iedereen die mij nu raakt, tenminste de vijanden die dicht bij ons in de buurt staan, als zij die mij raken, als zij mij raken, dan krijg ik minder damage. Oh, toch raak je mij gewoon, hè? Ze gaan natuurlijk allebei hun zicht aanzetten. Oh, maar deze raken wij dan in ieder geval weer. Dat is chill. Eigenlijk kunnen Mario en Luigi nu niet echt bewegen. En daarachter krijgen we ook te maken met een nieuwe vijand. Ik denk dat hij mij niet raakt. Nee, cool. Oh, er komen er gelijk 2 uit. Tuurlijk, gaan we weer zo doen. 3? Ah, nee, dit vind ik echt niet oké. Gewoon in 1 keer 3 vijanden. Nee, dit vind ik niet oké, jongens. Zo kan je niet zijn. Oké, hier zijn nu dus 3 nieuwe dingen. 3 nieuwe bollen en daarvoor ook 2. Ik kan met Rabbit Luigi niet zo heel veel doen. Het enige wat ik kan doen is vuur gooien. Let's go! Daarmee sloop ik in ieder geval 1 vosje. En dat zorgt er ook voor dat ik iets vrijer rond kan lopen. Toch? Ja, die is weg. Maar die andere nog niet. Mario die staat wel goed. Maar ik kan trouwens met Rabbit Luigi sowieso niet zoveel doen nu. Want die staat helemaal vast. Ja, maar achter ons jongen. We moeten even achter ons focussen nu. Mario, let's go. Daar zijn echt opeens 3 vijanden. Die moeten echt kapot. Ik ga gewoon even springen en landen. Zodat Peach zelf wat healing krijgt. Ja, dit is wel lastig. Maar moeten we ons nou focussen op die ogen of niet? Ik focus me in ieder geval met Rabbit Peach even op deze grappie. Dan krijgen ze allemaal ook damage. Lekker. Die ene vijand is kapot. Ja, ik ben heel benieuwd of ik hem raak. Ja, ik raak hem wel. Cool. Zet hij die andere ook in de fik? Ja, lekker. Alleen die komt nu wel heel dichtbij. Oh, oh. Die staat gewoon naast me nu. Ja, nee. Dit is super stom. Ik zou een item kunnen gebruiken. met Rabbit Luigi. Nou, oké. Ik geef de tegenstanders maar de beurt. Dan gaan we wel zien wat er gebeurt. Ja, Rabbit Luigi wordt gesniped. Oh, en die wordt die gaat helemaal kapot daar. Ik vind het ook echt niet oké dat jullie daar, dat jij daar opeens naast mij staat. Gelukkig worden Mario en Rabbit Luigi niet heel veel geraakt. Oké, de zijkant van de trein begint kapot te gaan. Ik heb hulp nodig. Ik ga je healen, Rabbit Mario. Want dat was hard nodig. Ja, het kan echt een probleem worden als er te veel vijanden zijn. Hoppakee, windvlaag voor jullie. Want jullie kunnen niet tegen wind als het goed is. Top. Maar waar ik dus een beetje bang voor ben, als we straks deze 2 enemies hebben uitgeschakeld, dat gewoon die andere enemies weer terugkomen ervoor in de plaats. En dat schiet natuurlijk niet op. Ik ga hier naartoe springen met Peach, zodat Rabbit Luigi ook nog een klein beetje extra geheeld wordt. Oké, ik denk dat dit de beste oplossing is. Gewoon hierop schieten en 2 van die ogen uitschakelen. Daarom heb ik natuurlijk Rabbit Luigi meegenomen. Oh, ik kan nu niet schieten met Rabbit Peach. Oké dan. En ook niet met Mario. Oh, die effecten zijn zo irritant. Tijd voor bescherming voor onze helden, jongens. Nou, dan krijgt de tegenstander maar weer de beurt. Ik laat dat vosje maar lekker zijn ding doen daarachterin. Hij doet zijn best maar. Deze freaking spookies zijn zo vervelend. Heel irritant. Komen daar nou dus weer 3 vijanden? Dat is toch niet te doen? Hoe moeten we nou elke keer ervoor zorgen dat we zoveel vijanden uitschakelen? Misschien dat ik Bowser mee moet nemen. Misschien dat Bowser het me wel makkelijker gemaakt. Zouden we deze met z'n allen kunnen tackelen? Dat zou heerlijk zijn. En dan blijf ik gewoon lekker een beetje aan de achterkant van de trein, denk ik. We gaan springen, zodat we gaan healen. Oh, dat doen we nu ook niet. Oh my gosh. Laten we dan in ieder geval zorgen dat dit spooky kapot is. Wegwezen. Oké, Rabbit Luigi, jij mag hier naartoe. Rabbit Luigi wil heel graag die tonnen kapot maken, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, prima. Als jij dat zo graag wil, dan gaan we dat doen. Ik kan er niet voor zorgen dat die ton niet kapot ging. Dan ga ik lekker nog verder terug. Zo, dit spookje kapot maken. Oké, en ik denk dat het tijd is voor een item voor Rabbit Peach. Tegenstanders staan wel heel ver weg, maar misschien is het wel een slim idee om toch even een paddenstoeltje te gebruiken. Tegenstanders krijgen de beurs. Ze staan allemaal aan die kant. Ze blijven ook een beetje aan die kant volgens mij. Dus doe lekker je ding daar. Ik heb geen last van jullie als zolang jullie daar staan. Oh, oh. Nu worden we straks omsingeld door meerdere vijanden. We zijn ook allemaal vergiftigd hier. Oh my gosh. Maar we kunnen deze ook niet slopen. We kunnen dat ding niet kapot maken. Ik blijf lekker achter in de trein. Zoek het maar lekker uit met z'n allen. Doei! Dan gaan we hier wel iedereen lekker een beetje oplopen vangen. Ik vind het helemaal goed zo. Ik ben benieuwd of dit een techniek is die werkt, jongens. Dit is wel een lange battle sowieso. Er komen weer zoveel vijanden aan nu. Er zijn straks ontelbaar veel vijanden. Oh, we krijgen de last van zo een. Dat vind ik niet leuk. Gelukkig hebben we hem al 2 keer geraakt. En wat komt er uit deze zetten dan?
Ook zo'n grote guy. Hoeveel van die gekke dingen zitten er nu op? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Nee, dit zijn ze allemaal. Als we deze slopen, dan zijn we er, denk ik. Het is een risico om te nemen, want er staan straks twee hele sterke vijanden voor mijn neus. Ik denk dat we die wel uit moeten schakelen, jongens. Anders hebben we echt een probleem. Waar kunnen zij het slechtste tegen? Slijm. Oh, dat heb ik precies niet bij me. Ik denk wel dat het misschien... Ja, sowieso moeten we gaan tackelen wanneer we kunnen tackelen. En ik wil de windvlaag aanzetten, want dan blaas ik ze hopelijk gewoon ver weg. Kijk, jullie moeten lekker naar achteren allebei. Doei! Later. Oh, ik heb Rabbit Peach ook geraakt, blijkbaar. Ze staan nog ver weg. Dus misschien is het toch het beste idee om te focussen op deze twee bolletjes. Let's go. Dan zijn die alvast weg. Ja, Rabbit Peach kan ze sowieso niet raken vanaf hier. Rabbit Luigi, die kan er gelijk drie slopen. Kijk, daarom heb ik hem meegenomen. Precies voor dit. Oh, ik ben wel blij met mijn keuze voor Rabbit Luigi. En Rabbit Peach kan er ook nog één kapot maken. Ja, en dan zijn er dus nog maar twee over. Hopelijk gaat dit goed. Hopelijk maak ik de juiste keuzes. Kijk, zij komen dichterbij, maar ze zijn nog ver weg. Omdat ik natuurlijk net die wind heb gebruikt. Deze vijanden gaan mij denk ik allemaal niet raken. Want die zijn ook nog heel ver weg. Ja. Lekker dit. Lekker dit. Oh, dit is een goede tactiek voor de trein. Als het hiermee klaar is. Want als het hier niet mee klaar is, dan zijn er straks heel veel vijanden over, ben ik bang. Kijk, de achterkant, die kunnen we nu gewoon gaan raken. Rabbit Peach zorgt weer voor de healing. Zo, hotsieflots. Het is niet heel veel healing, maar wel genoeg healing, denk ik. En dan ga ik met Rabbit Mario dus nu de laatste twee van die gekke bolletjes van die Wiggler afschieten. En kijken of dit is wat we moeten doen en of het gevecht nu klaar is. Ja, lekker! Dit was de goede tactiek, jongens. Ik ben er blij mee. Lekker gedaan, Rabbit Luigi. Dit heb je echt goed gedaan. Jij hebt heel veel van die bollen weggeschoten. Heel nice. Deze tactiek zou je dus ook kunnen volgen als je deze baas battle hebt. Kijk, kijk, kijk. Hij is niet meer boos. Hij is super chill. We hebben de duistermis van hem weggehaald. Ja, dat kan jij stoer doen, maar dat hebben wij gedaan, vriend. Die Sullivan denkt gelijk dat hij weer de koning is. Oké, komen we er dan nu weer uit of gaan we nu weer in een nieuwe duistermis? Nee, ja, dit gaat goed. We zijn bij de top van de berg gekomen. Gaat dit goed, Sullivan? Ja? Volgens mij wel. Rabbit Rosalina ziet ook dat het goed is. Liefste genie. Zo zoet als honing, voor wie ik zou sterven van liefde. Oké, ja, het is vrij duidelijk dat hij verliefd is. Op een kristal ding of zo? Kun je daar verliefd op worden? Vind ik een beetje raar. Vind ik een beetje gek. Het lot heeft bepaald dat onze tijd samen hier ten einde komt. Oh ja, dit is de berg. Ja, dit is een flinke berg. Want terwijl jij op de Gutsberg afstevend, moet ik hier blijven om mijn geliefde stroompje weer tiptop op de rails te krijgen. Nou, bedankt, zegt Genie. Verberg je tranen. Ga naar de Gutsberg voor ik in mijn eet aan die machtige reus van verouderde transportfabriek. Stoom. Oh, deze guy heeft wel gevoel voor dramatiek, hoor, zeg. Jemig. Oh, wat lekker, we zijn er gewoon. We moeten nu dus deze berg op. En we gaan eens kijken of dat lukt in de volgende video. Dus knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik vind het super leuk dat jullie kijken. En ik hoop dat jullie het ook nog naar je zin hebben. Dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!